103 leerkrachten van het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs zijn vandaag gehuldigd. De jubilarissen zijn in het gebouw van de Katholieke Onderwijzersbond, KOB, in de bloemetjes gezet. Bernice Baron, voorzitter van KOB, zegt dat het om twee groepen gaat die sinds 2019 gehuldigd moesten worden. We moeten ons houden aan de Mohana-regels. Dus we kunnen de mensen niet in de zaal accommoderen. Het gaat een soort van een walk-in zijn. Ze zullen hun naam zal afgeroepen worden en dan komen ze om hun dingen in ontvangst te nemen. Niets wordt verstrekt, ze zullen het zelf in ontvangst nemen, alleen maar om zaken te vermijden. Waarom we het toch hebben gedaan, het is het moet sinds 2019 geschieden. Maar door COVID kon het niet. Toen uitgesteld. En vorig jaar, dit jaar hadden we dan nog een tweede groep. En dat moest dan ook plaatsvinden. We hadden het gepland voor juli. Dat lukte niet. En we dachten van, hé, eenmaal 5 oktober World Teacher Day is. Laten we het toch op die dag doen. Maar natuurlijk met alle regels in acht. Baron zegt dat vanwege de COVID-19 situatie niet iedereen in één keer uitgenodigd kan worden. Maar de jubilarissen verdienen het om ondanks de pandemie gewaardeerd te worden, meent de KOB-voorzitter. Je moet het in groepen doen. Anders heb je een groot probleem als je alle 103 mensen hier in één keer hebt. Natuurlijk zijn er uitvallers, want ze moesten zich registreren. Maar al met al zijn er toch wel een aantal die zeggen van nee. Ik accepteer die waardering. Ik ben het waard. En dat ben ik, daar ben ik blij om. De mensen die 35 en 40 jaar in dienst zijn, kregen een gouden speld, een oorkonde en een waardebon. De ceremonie vond plaats met een achtneming van de COVID-19 regels.